Hier zijn er nog, maar ja, die zijn al niet meer zo duidelijk. Maar dit is wel... Kijk, dit is van Wolf. Zie je? Ja, ik ben Eddy, de boswachter Eddy Ulenaars. Van hier vooral Bosland. En vandaag gaan we echt terrein op. En we gaan eens proberen terug sporen te vinden van Wolf, omdat die nu wel heel actief zijn hier. En we willen echt wel in kaart brengen hoe die wolven eigenlijk zich verplaatsen in ons gebied. Dus we zijn hier op de plaats waar voor de eerste keer eigenlijk die wolf is vastgelegd op zo'n cameraval. Die hing tegen die boom daar. Waarom hadden we dat hier gedaan? Omdat we daar een uitwerpsel gevonden hadden van wolf. Dus we wisten wel dat die hier passeerde. En dan hebben we daar een camera gehangen. En dat was om 9:46 uur. Dus in de voormiddag. Kijk, hier zie je al heel mooie nieuwe sporen. Die zijn nog redelijk vers. Dus van ree, dit hier. Zo die dubbele hoef. Dus hier heeft een ree doorgelopen. Misschien kunnen we wel van die afdrukken vinden van wolf. Dus dat is hier al een paar keer gelukt. En dan kun je echt wel een kaart gaan maken van... Oké, die wolven vinden die assen heel belangrijk. En dan gaan dan ook daar camera's hangen. Want dan heb je het meeste kans dat je hem daar ook eens fotografeert. Hè. Hier zijn er nog, maar ja, die zijn al niet meer zo duidelijk. Maar dit is wel... Kijk, dit is van wolf. En we zullen eens kijken als we geen duidelijke vinden. Hier de voorste nagels, die voorste tenen, die achterste. Kijk, hier zouden we nog zelfs een afdruk van kunnen maken, van deze. Is het veel dat er twee sporen in één voetafdruk zitten. Als ik weer mooie sporen heb, dan neem ik er ook afdrukken van. En dat is wel voornamelijk ook voor die grote. August is een manneke, dat is wat groter als Naya. En dan kun je perfect uit die afdrukken dan, als je die genomen hebt, kun je dat perfect zien. Hè? Ik heb er zo'n paar genomen. Die voorste kussens en die achterste, je kunt er bijna een lijn tussen trekken. En dan vooral die hele mooie rechte nagels. Hè? Ook de grote, dat is op zijn minst 8-9 centimeter. Zo'n spoor, ja, 150, dat is 150 jaar geleden dat je zo'n spoor kon vinden hier. Dus dat is toch een beetje geschiedenis ook. Hè? Ja.